Soelie. Ja. Hoi. 2020 was een groot succes. De serie is helaas afgelopen. We gaan het ook in het buitenland brengen. Ja, tuurlijk. Verkopen. John de Mol is al precies, bezig. Precies. Ja. Maar de fans waren zo teleurgesteld dat het klaar was. Maar jij hebt goed nieuws voor ze. Wat heb jij gedaan speciaal voor de kijkers? Nou, ik dacht, hoe kun je 2020 verlengen? Toen dacht ik, nee, waarom maak ik niet gewoon een elftal met jongens waarvan ik denk dat die de komende 10 jaar gaan domineren in het Europese clubvoetbal, dus Champions League niveau, EK's, WK's, deze jongens. Gouden ballen. Nou, deze jongens zijn in de top 10 van de gouden bal en in de top 3 van de gouden bal en die gaan die gouden bal ophalen. Dus de opvolgers van Messi en Ronaldo eigenlijk. Nu in aflevering 1 van 2020 de wereldveroveraars doen we de keepers en de verdedigers. En de middenvelders en de aanvallers krijg je in de andere afleveringen. Oké, dan beginnen we op de saaiste plek in jouw ogen altijd, hè? De keeper vind jij helemaal niks. Is dat zo? Ja, dan zeg je altijd, vind ik niet leuk om over te praten, keepers. Je zegt dat keepers altijd een beetje raar zijn ook. Dat zijn jouw woorden hoor. Oké, kan ik me niet herinneren dat ik het gezegd heb? Natuurlijk wel. Kan ik me niet herinneren? Nee, ik vind keepers juist wel interessant. Alleen ik vind keepers moeilijker te beoordelen dan aanvallers of middenvelders of verdedigers. Omdat je zelf een voetballer was. Nou, maar keepers hebben wel een soort aanlooptijd nodig. Je ziet zelden, Donnarumma is een uitzondering, die was scholier, net 16. En die stond onder de lat bij AC Milan. En die is er nooit onder vandaan verdwenen, maar die was op zijn 16e wel al 2 meter lang, weet je wel. Dus dat helpt wel. Ja. Maar het is vrij lastig, want Miles Svilar was 2-3 jaar geleden een jonge Belgische keeper. Die brak door in de Champions League, de jongste keeper ooit in de Champions League. En die is nu derde keeper bij Benfica. En die ontwikkelt zich dan niet door. Maar Buffon is ook heel jonge leeftijd begonnen. Casillas, piepjong, 1999. De Duitse keeper van Real Madrid destijds, Bodo Engler denk ik, ja. die viel weg. En daar was dan een klein Spaans, nou klein was hij niet, maar daar stond opeens een 18-jarige jongen. San Iker. En ja, kijk wat er van geworden is. Een van de beste keepers ter wereld. Dus je hebt wel uitzonderingen. De echt goede keepers die breken op jonge leeftijd door. Dus daarom is het wel interessant om te kijken waar breken jonge keepers door. En dan, om die dan te volgen. Maar heel vaak vallen ze ook weer weg. Ga je er 1 noemen in jouw elftal of ga je jonge keeper, ja. Misschien wel 2 zelfs. Nou, kom op. Maar ik denk wel dat de komende... We hebben het over domineren, jongens die op die gouden balranglijst gaan komen. Nou, daar kun je om 1 speler niet heen en ik denk dat jij meteen weet wie ik bedoel. Ik denk het ook. De keeper van Liverpool, Alisson Becker, die is nog niet oud voor een keeper, hè, 27. Als je gaat kijken tot welke leeftijd keepers normaal gesproken de echt goede doorgaan. De toppers, Buffon is nog steeds actief, die is 43 denk ik. 42, maar die wordt 43. Van der Sar is vrij laat doorgegaan, Casillas is laat doorgegaan. Dus ik denk dat Alisson Becker zeker nog 8-9 jaar heeft. En als hij zijn carrière verlengt nog wel zeker 10 jaar. Dus die gaan we de komende 10 jaar heel vaak noemen en tegenkomen. En die gaat nog heel veel prijzen pakken. Individuele prijzen ook, denk ik. De keeper van het jaar en dergelijke. Zeker de komende 4-5 jaar. Is hij beter dan Ter Stegen bijvoorbeeld, als ik een hele goede keeper vind? Nou, dat zijn 2 geweldige keepers. En ze zijn stilistisch net wat anders. Alisson Becker speelt nu bij Liverpool het team. Het onverslaanbare elftal. En daar is hij de keeper van. En hij heeft ook een geweldige uitstraling, Alisson, met zijn zwarte pak. Dat vind ik echt mooi om te zien. Je had vroeger de Zwarte Panter, maar hij is nu de Zwarte Panter van deze tijd. Het is echt mooi om naar hem te kijken. Het is een keeper die ook... Het lijkt of het 16 meter gebied wat kleiner wordt als hij erin staat. En Ter Stegen is ook die heeft een geweldige reach. Hè. Die pakt onmogelijke ballen vaak. 1-1 is Ter Stegen echt fenomenaal. Misschien net iets beter dan Alisson Becker. Maar Becker wordt steeds beter. En dan vraag je je af, van, nou, als die 28-29 is, hoe goed is die dan wel met dit elftal? Met Joe Gomez voor zich, die nog heel jong is en steeds beter wordt. En Virgil van Dijk, die net op stoom komt. Dus dan heb je Alisson Becker, Joe Gomez en Virgil van Dijk. En dan hoef je eigenlijk maar 7 spelers op te stellen erbij nog. En dan kun je met 9 man spelen en dan win je ook nog alle wedstrijden. Hè? Dat is wel een driehoek achterin. Zeker. Dus Alisson Becker, denk ik, gaat de keeper worden de komende jaren die de meeste prijzen in het wereld gaat pakken. Maar het heeft ook mee te maken dat hij natuurlijk bij Liverpool speelt en daar zijn plek heeft gevonden. En dan kom je er niet zomaar tussen. Uitstekend. Maar ik heb ook Alexander Nubel genoteerd. Ja, maar dat weten we gewoon nog niet. Jawel, dat is echt een goede keeper. Dus die is 23 jaar, die is door Bayern München alvast vastgelegd. Dat wordt de opvolger van Neuer. Niet alleen bij Bayern München, maar ook in de nationale ploeg. Dus er komt een tussenfase met Ter Stegen. Maar Ter Stegen en dan Nubel. Maar Nubel wordt wel een van de toonaangevende keepers de komende jaren. En jij zegt inderdaad terecht, we hebben niet veel van gezien. Maar Schalke 04 kan niet zonder Nubel.
Ze hebben het even geprobeerd met de tweede keeper. Die is nu geblesseerd geraakt, maar die speelde de afgelopen weken. En dan zag je wel een enorm verschil tussen de kwaliteit wat die Nubel heeft en die van de reservekeeper. Maar Nubel gaat bij Bayern München Neuer probleemloos kunnen vervangen. De vraag is alleen hoe snel. Ik Donnarumma, en dat doe ik eigenlijk al jaren, dat tik je zijn naam in. En dan denk je, hij zal toch niet nog steeds heel jong zijn, maar hij is nog steeds 20 jaar. Vijf seizoenen al in de basis, onder de lat. En de vraag is wanneer hij de stap zet, hè, van AC Milan naar een club waar hij de absolute top, waar hij in de basis kan komen te staan. Thibaut Courtois moet toch even genoemd worden. Real Madrid, 70 jaar, die gaat ook nog heel lang meedoen. Onana, 23. Een interessant geval. André Onana is jong, talentvol. Heeft de afgelopen jaren bij Ajax goed gedaan, ook op Europees niveau. Hè. De scouts hebben kunnen kijken en kunnen zien, dit is een goede keeper. En ik ben benieuwd welke club hem gaat pakken. En of hij dan in de Premier League bijvoorbeeld bij Tottenham Hotspur als opvolger van Lloris, ik noem maar een club, of hij dan ook de volgende stap kan zetten. En ik wil nog één keeper noemen. In december debuteerde een jongen bij Genk, Maarten van der Voort, 17 jaar, de jongste keeper ooit in de Champions League. Een record die overnam van Milos Vilar, denk ik, ook een Belg. In de scoutingswereld, zeker in de lage landen, bijvoorbeeld de Ajax-scouts kennen hem ook heel goed. En Ajax heeft ook geprobeerd om Maarten van der Voort te verleiden om te komen naar Amsterdam. Maar dit is wel een keeper waarvan iedereen zegt, dit wordt een geweldenaar. Omdat hij ook een aantal dingen mee heeft. Hij kan geweldig met de voeten spelen. Dat hij tegen Napoli zien, minuut 1, wilde hij Milik uitkappen. Dat ging fout. En die beelden gingen de hele wereld over. Dus dan kwam hij over als een blunderende keeper. Maar wat de meeste mensen die alleen dat clipje zagen van die blunder niet hebben gezien, is dat hij daarna, 90 minuten lang, gewoon zo bleef doorvoetballen. En dan ben je 17 jaar, dan kom je net kijken, speel je eerste wedstrijd in de Champions League voor Genk. Er zit veel druk op zijn schouders, want hij wordt als enorm talent gezien. Dan maak je zo'n fout, dan zou je kunnen denken, nou dan zou je ook mentaal kunnen breken. Het deed hem helemaal niets, hij bleef lekker doorvoetballen, zonder als elfde veldspeler de ballen rond te spelen. En ik denk wel dat hij ook mee gaat doen. Hè. Dus over 2-3 jaar dan kent iedereen Maarten van der Voort als opvolger van Courtois, terwijl Courtois nog lang niet stopt. Maar de Belgen hebben er weer eentje bij, een geweldig keeper. En het is te hopen dat wij ook binnenkort een naam kunnen noemen voor het Nederlandse elftal bijvoorbeeld. Zijn we de keepers al een beetje klaar zo of niet? Ik vind van wel. Dit waren de keepers. Wie zet je nou uiteindelijk in je elftal? Alisson. Als je mij vraagt welke keeper gaat tussen 2020 en 2030 de meeste... Ballen pakken of prijzen pakken? Nou, de prijzen is ook een beetje afhankelijk van welke club je zit. Maar welke keeper gaat het vaakst verkozen worden tot keeper van het jaar? Dan zeg ik Alisson Becker. Dus dat is uiteindelijk een koopje? Ondanks dat hij dik 60 miljoen kostte. 63 miljoen uit mijn hoofd. Uit mijn hoofd ook. Zullen we naar de verdediging gaan? De verdedigers. Ja. Nou, kom maar op. Hoop net zo uitgebreid als de doelmannen. Nee, ik hou het voor wat korter nu. Oh, oké. Korter. Oké. Kort. Nee, hoeft niet korter. Rechtsback. Of rechtscentraal in de verdediging. Ik heb een rechtsback geselecteerd en daar kan ik ook niet omheen. Net zoals ik ook niet om de keeper heen kon. En wil ik blijven bij Liverpool. 21 jaar. Champions League gewonnen, hij gaat kampioen worden komend seizoen. En dat is best bijzonder voor een speler van Liverpool. Uit Liverpool, met een muurschildering bij het stadion, nu al op deze leeftijd. En in de onder 16 nog middenvelder. Hè. Toen heeft Pijn Leijners gezegd, de komende jaren denk ik dat als jij je gaat richten op de rechtsbackpositie, wat je daarvoor nodig hebt, daarop gaat trainen en je dat eigen gaat maken, dan zou je daar een toekomst kunnen hebben. Zeker de eerste 5-6 jaar bij ons, want dat middenveld, ja, daar ben je nog niet klaar voor en er is te veel concurrentie. Nou, dat is een goede voorspelling geweest van Pepijn Leijners. Ja, chapeau naar Pepijn. Want op zijn 18e brak hij door, hè, bij Liverpool. Eerst met zijn traptechniek. Dat zag je al met vrije trappen, want hij was al vrij jong dat hij een aantal vrije trappen binnenschoot bij Liverpool. Dat je dacht, oh, dat is wel een bijzonder jong talent. Ik vond het wel mooi dat hij ze opeist als jong pikkie. Precies, maar als je een traptechniek hebt en dat op training laat zien en je hebt een betere traptechniek dan iemand die al 10 jaar mee voetbalt, ja, dat is in het voetbal best wel eerlijk. Hè? Degene die het best een bal kan trappen, die neemt de vrije trappen. Ja, tenzij je Cristiano Ronaldo heet en gewoon alle ballen opeist. Maar bij Liverpool speelt Ronaldo geen Ronaldo die alle ballen opeist. En Alexander-Arnold heeft zo'n geweldige traptechniek en hij wordt steeds beter. En hij begint ook die rechtsbackpositie steeds beter te begrijpen, want het is eigenlijk het was een hele slechte rechtsback. Waarom zeg ik dat? Omdat, ja, verdedigd gezien liet hij zich te vaak verschalken. Daar stond hij fout of verkeerd. En nu, zeker vaak in afvallende zin betrokken, en met Joe Gomez en Virgil van Dijk, kan hij ook af en toe zijn mannetje laten lopen. En in de counter, dan lossen die twee het achterin wel op met hun snelheid. Dus hij heeft ook, zeg maar, de license to kill, hoe zeg je dat in Nederlands? Ik vind het schitterend verwoord, hoor. License to kill, dus hij kan naar voren gaan en
aanspeelbaar zijn op het middenveld. En wat Dani Alves heeft betekend voor Barcelona. Ook een jongen die vaak onderweg was, tot op latere leeftijd. Zelfs afgelopen zomer. Paulo, toch nog eens? Nou, afgelopen zomer nog gewoon speler van toernooi de Copa America. Trent Alexander-Arnold neemt zijn rol over. Hè. Dat is de Dani Alves van de moderne tijd, kan ik het zo zeggen. Ja. Maar van 2020 en verder. We gaan nog gaan heel vaak gaan we het nog hebben over Trent Alexander-Arnold. En misschien speelt hij wel 15, 16 jaar net als Steven Gerrard bij Liverpool. En wellicht laat hij zich verleiden tot Barcelona of Real Madrid. Want ik weet niet hoe die jongen daar tegenover staat. Maar als je bij Liverpool speelt en de komende jaren elke keer de Champions League wint, ja, waarom zou je dan weggaan? Maar dit is wel een speler. Waarbij het mij verbaast dat de Engelse bondscoach soms nog twijfelt, hè, of je hem wel of niet moet opstellen. Kyle Walker of Trent? Ja, maar als je moet kiezen tussen Kyle Walker en Trent Alexander-Arnold op dit moment, dan is de keuze heel makkelijk. Dan speelt Trent. En zelfs Joe Gomez, die het moeilijk heeft gehad, eventjes reserve was bij Liverpool. Derde, vierde verdediger achter Dejan Lovren onder andere. Maar die speelt zich nu ook rechtstreeks in de basis van het Engelse elftal. Dat Engelse elftal, dat stelt zichzelf op, hè. Ik bedoel, de rechtsback en de rechtscentrale verdediger heb je al staan. Dus dat hoef je alleen maar op te stellen. Dan heb je ook nog Jadon Sancho die zichzelf opstelt. Het is wel makkelijk als je bondscoach bent van Engeland. Die spelers die dienen zich allemaal zo aan. Gaan we naar de centrale verdediger. Maar Joe Gomez heb ik niet staan in het elftal. Maar die is ook nog heel jong en dat wordt de komende jaren de vaste partner van Virgil van Dijk. En die twee, we hebben het vaak over Bonucci en Chiellini gehad. Het wordt de komende jaren Van Dijk, Joe Gomez. Ga die twee maar eens kapot spelen. Dat is lastig. Ja, maar stel je voor, hè, je speelt tegen Joe Gomez en Virgil van Dijk en je speelt bij West Ham, je bent Snodgrass. Ik heb toevallig Aston Villa Liverpool zitten kijken, een aantal dagen geleden. Toevallig? Je kijkt elke wedstrijd? Ik kijk elke wedstrijd, dus ik heb ook West Ham Liverpool zitten kijken. En dan komt Snodgrass aan de bal en die wil dan de 16 meter ingaan. En Virgil van Dijk doet helemaal niets. Hè, die houdt hem een beetje af, die drijft hem zo langs van het stadion uit, zonder dat die jongen het doorheeft. Want hij kan gewoon niet richting dat doel komen. Want ze zijn sneller, ze zijn intelligenter, ze zijn slimmer. Ze hebben uitschuifbenen, dus je moet echt van een waanzinnige kwaliteit zijn om Liverpool kapot te kunnen spelen. En daarom verlang ik zo naar een wedstrijd tussen de aanvallers van Paris Saint-Germain en Liverpool. Want ik wil gewoon een keer zien dat ze menselijk zijn, dat het geen verdedigende robots zijn die keer op keer perfect al die ballen eruit halen. Want het is echt ongelooflijk om te zien af en toe. Maar staat de centrale man rechts achter jou? Ja, Matthijs de Ligt, ik heb hem erin staan. Maar Matthijs de Ligt, rechtscentraal in Oranje, nu weer rechtscentraal naast Bonucci, eerst linkscentraal. En dat is omgedraaid en ik kreeg allerlei theorieën op me afgestuurd van mensen die wisten hoe het zat. Die zeiden ja, hij stelt de Ligt op de verkeerde plek, want dan kan hij wennen. Want als Demiral dan erbij komt, die gaat dan rechtscentraal en dan kan de Ligt alvast dit seizoen wennen aan de linkercentrale plek voor de toekomst. Maar je gaat toch niet een heel seizoen een speler op zijn verkeerde plek zetten, omdat hij dan eventueel volgend seizoen op die plek moet spelen. En dan een titel mislopen omdat jij zo graag wil dat je volgend seizoen een speler... Weet je wel, een heel moeilijk verhaal was dat. Waar wil ik eigenlijk heen? Oh ja, Matthijs de Ligt. Die staat in het elftal. Ja, die gaat de komende 2-3 jaar zich ontwikkelen tot het niveau van Virgil van Dijk. Dat is de bedoeling. En de vraag is, gaat het lukken? De meeste mensen zeggen ja. Hij laat nu bij Juventus in moeilijke momenten echt geweldige dingen zien. Hè? Dat hij dan die achterhoede en Bonucci bij de hand neemt. En dan in de krant, Italiaanse kranten, Il Muro wordt genoemd, de Nederlandse muur. Hij is 20 jaar, mag nog fouten maken. Alleen moet alleen geen fouten maken op beslissende momenten. Straks hè, in april, als de halve finale van de Champions League is, dan moet je foutloos zijn. Maar hij heeft natuurlijk de potentie om een van de beste verdedigers ter wereld te worden. En speelt al bij Juventus en maakt al redelijk veel indruk. En is eigenlijk, zonder dat hij het zelf misschien doorheeft, maar als Chiellini wegvalt, is toch een beetje, ja, hoe zeg je dat in Nederlands, de hartslag van Juventus. Iemand die daar de boel van achteruit regelt. Wat Matthijs de Ligt alleen nog niet heeft, is dat leiderschap wat Virgil van Dijk wel heeft, dat heeft Matthijs de Ligt nog niet. En wat Nathan Ake bijvoorbeeld ook niet heeft, dat moet Matthijs de Ligt nog ontwikkelen. Je ziet hem wel veel wijzen en sturen en spelers op zijn plek zetten. De rechtsback bijvoorbeeld van Juventus, hij probeert wel ook mee te nemen. Hij probeert het wel, maar dat heeft een aantal jaar nodig. Dat je natuurlijk gezag over je heen hebt. Dat iedereen... Maar eigenlijk gaat hij het wel. Ja, maar dat is van een jongere elftal en daar komt hij natuurlijk uit de jeugd vandaan. Daar kent iedereen hem. Spreekt hij de taal. En hij spreekt de taal ook, maar Matthijs de Ligt speelt natuurlijk al sinds mensenheugenis bij Ajax. Dat is een hele andere situatie dan in Turijn, in een nieuw elftal, in een nieuwe kleedkamer, nieuwe trainer met nieuwe spelers. Ja, dat heeft een tijd nodig. Maar hij heeft het wel in zich.
Dat liet hij zien met die aanvoerdersband om bij Ajax. Dat laat hij ook zien in Oranje. En nu wordt er nog heel erg gefocust op die momenten die fout gaan. En er gaan nog een aantal dingen fout, daar zit er soms naast. Nou, die hensballen zijn natuurlijk een tijdje opvallend geweest. Maar sinds hij terug is, sinds Demiral geblesseerd is, voert hij zijn taken perfect uit. En is hij een jongen die Juventus en Sarri uit de brand helpt, hè, bij Juventus. Dat moet je ook wel zo moet je ook wel zien. Er zijn twee belangrijke jongens weggevallen. Merrie Demiral, die het geweldig deed, en Chiellini. En De Ligt is een zeer welkome investering gebleken. Want hij zorgt ervoor dat Juventus Rugani niet hoeft op te stellen, bijvoorbeeld. Uitstekend. We doen geen cijfers, hè? Nee, jammer, nee. Hè? Nee, dat is wel lekker. Oh, lekker. Ik vind het niet leuk, cijfers. Ja, wel. Ja, ik vind het echt heel leuk, cijfers geven. Merrie Demiral hebben we al genoemd, hè? Joe Gomez. Demiral maakte op mij die 5, 6, 7, 8 wedstrijden dat hij meedeed voor zijn blessure. Geweldige indruk. En ook in de nationale ploeg, naast Suyuncu, was hij de ster van Turkije. Hij heeft ervoor gezorgd dat Turkije meedoet aan het EK. En ja, dat is wel echt doodzonde dat hij dan met zo'n blessure wegvalt. En dat de vraag is of hij het EK überhaupt gaat halen. Het is wel een jongen die net als Memphis een leeuwenhart heeft en gaat vechten om dat EK te halen. Misschien tegen beter weten in. Maar dat hoop ik van harte voor hem. Maar dat is ook een jongen om de komende jaren in de gaten te houden. En dat zal vast, dat wordt Demiral en De Ligt versus Gomez en Van Dijk. Mooi gezegd. Gaan we naar de linker centrale verdediger, de linksback. Dat is een verrassende naam uit mijn hoofd. Nou, hij staat rechts centraal en speelt in de Ligue 1. En hij is 18 jaar pas. En heeft dezelfde geboorteplaats als Kylian Mbappé. Bondi in Parijs. En William Saliba, daar heb ik het over, die is al gecontracteerd door Arsenal. Dat moet de komende jaren de man gaan worden waar Arsenal op gaat bouwen. De Virgil van Dijk van Arsenal moet dat gaan worden. Maar hij is 18 jaar, speelt nu bij Saint-Étienne. En ik heb hem al nu een aantal keer live aan het werk gezien. Nou, hij doet me echt denken aan Virgil van Dijk qua flair. Hij is een tijdje geblesseerd geweest. En als hij speelt bij Saint-Étienne, dan houden ze vaak de nul. Dan winnen ze vaak. Hij is snel, heeft een geweldige timing qua tackle, qua ballen veroveren. Hij blijft ook staan net als Virgil van Dijk, hè. Niet te snel liggen. Maar ook het voetballend vermogen. Hij kan ook net als Virgil van Dijk een bal uitspelen. Hij heeft ook vertrouwen om het middenveld in te dribbelen. Dit is een jongen die van achteruit het spel kan maken. En waardoor je ook een tegenstander dwingt om te gaan kiezen. Stap ik in of uit? Dek ik door of niet? Maar hij kan ook een man meer creëren vanuit de achterhoede. Wat Virgil van Dijk ook een beetje heeft. Hè. Die heeft ook een totaalpakket. En dat heeft deze jongen ook. Nou, is hij wel heel jong nog. En moet hij in de Premier League. Hè, dan heb je nog minder tijd. En moet je nog sneller zijn. Maar toch heb je zoveel vertrouwen in hem. Ja, ik kijk heel veel beelden terug, hè, van voetballers. En dan denk ik om te oordelen van hey, hoe goed is die nou en hoe goed kan hij worden. En bij hem dacht ik echt van wow, dit is wel een bijzonder talent. En dat dacht Arsenal kennelijk ook, want die hebben hem dus gecontacteerd. Maar Arsenal heeft Pablo Mari gehaald, hè, Flamengo, die bij NAC nog heeft gespeeld. Die kan dan links centraal. En dan heb je William Saliba, als die dan komt komende zomer. En het kan heel snel gaan. En Arteta zit ook in Saliba zitten. Nou, dan heb je wel een centraal duo waar heel veel voetbal in zit. En die past bij de trainer Arteta. Vandaar ook dat ik Arsenal heb getipt als elftal van 2020. Omdat ik heel veel vertrouwen in deze jongen heb. En de vraag is hoe snel staat hij er en hoe snel pikt hij aan het niveau. Maar William Saliba zou wel eens de opvolger van Varane kunnen worden in de nationale ploeg. Zo. Van Frankrijk. Als hij snel stappen maakt. Dat is echt een geweldige speler. Oké, dan was dit aflevering 1 van 2020-2030, hoe gaan we het noemen? De spelers die gaan domineren de komende 10 jaar in Europa, in de wereld eigenlijk. In de volgende aflevering de 4 middenvelders, aflevering daarop de 3 aanvallers. Gewoon de future icons. Future icons, mooi gezegd. Oké, dankjewel Sully. Graag gedaan.